Wilfred, je bent de trainer van het proces. Ben je daarom tevreden over de eerste helft tegen de Graafschap? Ja, van de eerste helft dat we goed mee konden voetballen in ieder geval. En bij vlagen ook iets meer hebben gedaan dan alleen maar mee voetballen. Ik denk dat als je de beelden terugkijkt, dat we inderdaad wel 4-5 echt goede mogelijkheden hebben gehad. Als we wat scherper zijn en wat zuiverder om ook goals te maken. Nou, die hebben zij ook gehad. En het is gewoon zonde dat, dat een hele open wedstrijd eigenlijk vermoord wordt door een rode kaart. Eigenlijk begon de tweede helft al door de 2-0. En die rode kaart dan was snel over. Ja, dan moet je nog 35 minuten bijna. Terwijl het vervelende is, we wilden Hervé net wisselen. Omdat hij toch wat last had en we hem eigenlijk morgen weer nodig hadden. Maar goed, dat mocht niet zo zijn. Tweede helft wissel je dan ook Maglieder en Branko van der Bomen. Is dat een bewuste keuze richting maandag? Ja, als je met 3-0 achter staat met 10 man tegen een Graafschap wat gewoon... goed voetballen vond ik. Die haalde ook een beetje het gas ervan af. Nou ja, dan was de keuze eerder om maandag nog een fitte groep te hebben dan te kijken of we nog 4 goals konden maken. Hier de zo net de afsluitende training. Is iedereen fit uit de wedstrijd gekomen? Ja, wel wat kleine pijntjes, maar dat zijn meer pijntjes van op de voet staan, schop tegen het scheenbeen, dat soort pijntjes. Verder geen spierpijn, dus morgen fit. Uiteindelijk een juichende trainer na afloop van de training. Wat is er gebeurd? Nou, die Elton die daagt mij altijd uit voor latje trap. Alleen ik heb dat nog nooit verloren. Dus ook van hem ga ik dat niet verliezen. Dus inmiddels staat de teller op 2 flessen wijn voor mij. Dus ik ben benieuwd waar het eindigt dit jaar. Voorkeur wijn? Ja, gewoon een lekker rode wijn met dit weer.